Dames en heren, mijn naam is Hein Dappers. Ik ben projectleider van de gemeente Baren. En achter de laptop zit nu Gert-Jan Hoytinke. Die zal de paar dia's die wij voor deze korte presentatie klaar hebben gemaakt bedienen. Ik heet u namens ProRail, de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Baren van harte welkom op deze informatieavond over het spoor en de spooromgeving, zoals we dat kort zeggen. Wat heb jij met treinen? Ik heb niet zoveel met treinen, alleen dat ik zeg maar nu in het kader van dit project en al 10 jaar lang de hele project begeleid. Dus in die zin heb ik best wel wat met treinen, ja. Gekregen. Ja. Ik vond het zo grappig toen jij bij de panelen stond, sprak je steeds over we. Het lijkt een beetje jouw eigen project geworden te zijn. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Ik ben er helemaal mee verweven, heet dat geloof ik in vaktermen. Ja. Vanaf het begin, NS die kwam hier met de boodschap, jongens, jullie krijgen van ons een tunnel. Vanaf dat moment ben ik bij het project betrokken geweest. Heb het hele traject meegelopen tot en met de overleg op ministerieniveau om te, zeg maar, te gedaan te krijgen dat we die Soesterlijn toch op de een of andere manier behouden. En tot nu zit ik inderdaad hier aan dat project te werken. Ja. Ja. Je hebt met heel veel partijen te maken. ProRail, de gemeente, Monumentenzorg, de Welzijnscommissie, de NS, Welstandscommissie, sorry ja. Hoe gaat het samen om dat allemaal om tafel te krijgen? Nou, gelukkig hoeven we in het kader van het project alleen maar met NS en ProRail te praten. En de gesprekken die wij dan afzonderlijk voeren met welstand of met de monumentencommissie, die gaan op een andere manier. Dus, maar inderdaad, het is best wel een hele club als we die bij elkaar hebben van ProRail. Want die heeft ook weer aparte deskundigen achter zich. Als we praten over bijvoorbeeld het geluid, hè, wat we straks hier naast krijgen. Of als we praten over stedenbouwkundigen of als we praten over architect. Dus soms is de club van 20 man of meer. Ja. Maar het lukt tot op heden nog steeds. Dus ik ben een heel tevreden mens. Hoeveel wordt Baren rijker als het plan gerealiseerd is? En dat bedoel ik niet financieel, maar gewoon qua aanzicht en enzovoorts. Ik vind een aantal dingen belangrijk. Als je kijkt, we behouden de Soesterlijn. We krijgen een geconcentreerde en uitgebreide onbewaakte fietsenstalling. We krijgen een verbeterde bewaakte fietsenstalling. Er komen 3 liften op de perrons. Er komt een toename van het aantal parkeerplaatsen ten westen als ten oosten van het station. Dus in die zin, we krijgen een veiliger kruispunt Vondellaan, Wijkenplaan, Torenlaan. We krijgen een veiliger toegang zeg maar, naar het Baarnse Zee, maar als je kijkt naar de fietsbeweging. Dus al met al denk ik dat we alleen maar in de handen kunnen klappen. Althans, zo vind ik het. Hè. Maar niet iedereen is het met mij eens. Dat besef. Ga ik een woordspelletje doen? Het is dus echt pro-rail. Ja, vind ik van wel. Ja. Ik vind dat we een heleboel positieve elementen bereiken. Er zit ook natuurlijk negatieve kant aan. Hè. We noemen de slinger, zoals we dat dan zeggen, in de Torenlaan. Dat vind ik ook wat minder. Maar ja, aan positieve kanten zitten soms ook negatieve elementen. En ja, dat is er één van. Maar we proberen toch door de ingrepen die we doen, toch die zichtlijn te behouden. En daarmee toch het aanzicht wat we nu hebben te behouden. Ja. Het gebouw van de NS is een heel speciaal gebouw. Want we hebben al een reismonument. In hoeverre wordt dat aangetast? Wordt niet aangetast. Het komt er juist beter bij te staan. Want wat we gaan doen is aan de linkerkant van het station, als je ervoor staat, een betere toegang maken naar de tunnel. En aan de rechterkant van het station komt op een iets groter afstand een nieuwe bewaakte fietsenstalling. Het perron, omdat spoor 1 eruit gaat, kan het perron wat meer richting tweede spoor gelegd worden. Dus al met al vinden wij dat het stationsgebouw een betere plek krijgt dan dat het nu krijgt. Moet Baren hier aan bijbetalen? Wij betalen in het totale project €300.000. Ja, dat is inderdaad de deal die in het verleden gemaakt is voor al het werk wat nu gerealiseerd gaat worden. Ja. En nog één positief element wil ik er nog bij noemen. Want ik heb het ook in de inleiding gezegd. Er gaat nu een gesprek plaatsvinden met Staatsbosbeheer en NS Vastgoed om te bewerkstelligen dat het grootste deel van het buurtspoorwegterrein bij het Baarnse Bos getrokken gaat worden. En dat vind ik de plannen die laatstelijk toch gepresenteerd zijn. Ik denk dat hiermee de natuur een heel stuk winst bereikt. ProRail is de taakorganisatie die namens Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk is voor beheer en aanleg van het spoor en de transfergedeelte van de stations. Dus niet de treinen, om het zo maar te zeggen? Nee, de treinen, dat is de Nederlandse Spoorwegen. Die doen de exploitatie. Dat is opgesplitst, de Nederlandse Spoorwegen. En een commercieel deel, de Nederlandse Spoorwegen. En dan zeg maar de Rijkswaterstaat van het spoor, ProRail. En de gebouwen?
Dat ligt eraan. Maar overwegend zijn de gebouwen wel van de NS. ProRail heeft zelf natuurlijk ook kantoren, maar het zijn vaak technische gebouwen. Hè? Dus beveiligingsgebouwen en zo. Als we kijken naar de situatie in Baren, dan hebben we de Soesterlijn. Heel kort, wat moet daarin veranderen, met welk doel? De Soesterlijn is een heel mooi lijntje die loopt van Baren via Soest binnendoor naar Utrecht. En daar kruist hij twee belangrijke spoorlijnen vanuit Amersfoort. Vanuit Amersfoort naar Amsterdam, een buitengewoon belangrijke spoorlijn. En van Amersfoort naar Utrecht. En als die lijn om wat voor reden ook vertraagd is, dan zit de dienstregeling in beide hoofdspoorlijnen in de weg. En dan zitten elkaar allemaal in de weg. Dus we willen dat gaan ontvlechten, dat de spoorlijn van Soest, van de Soesterlijn, helemaal vrij komt te liggen van de spoorlijn naar Amsterdam. Dus eigenlijk is Baren een heel centraal punt wat veel kan blokkeren. Baren is een buitengewoon centraal punt. Ligt ook aan een van de belangrijkste stukjes spoorlijn, hè, van Amsterdam, Schiphol naar Noord- en Oost-Nederland en zelfs Duitsland. Er komt ook intercities, internationale trein overheen. En ligt heel centraal. Hè. Dan hoorde ik net dat het plannen al 10 jaar zijn. Waarom moet dat zo lang duren? Want ik denk, het is toch heel simpel. Ja, dat is een gewetensvraag. Kijk, we kijken natuurlijk vanuit de spoor redelijk eenvoudig tegenaan. Je moet een spoor aanleggen, je moet een overweg aanpassen en als het niet kan, dan bouw je de tunnel. Maar ja, goed, dan moet je dan toch met een gemeente en met de gemeenschap het eens worden over de plannen. En blijkbaar waren de plannen die wij eerst voor ogen hadden, vond men dat een Baren toch een te grote ingreep, wat ik op zich wel begrijp. We hebben dus toch wel een behoorlijk aantal jaren met elkaar moeten zoeken naar een oplossing die zowel een oplossing bood voor ProRail en voor de trein enerzijds, maar ook voor Baren acceptabel genoeg was dat men kan zeggen, nou, dit tast Baren niet in onacceptabele mate aan. En ik denk dat we nu na vele jaren praten en ontwerpen ook echt wel een plan hebben waarvan we kunnen zeggen, dat is echt ook niet alleen een ontvlechtingsprobleem oplossen, maar het is ook een kwaliteitsimpuls voor de stationsomgeving. Dus we hopen daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren voor betere stations. Wat kost het hele plan? Echt een Hollandse vraag natuurlijk. Nou, toch wel ruim 1 miljoen. We denken dat we hier naar de 14 miljoen euro's gaan. En wanneer starten jullie? Wanneer is het eind in zicht? Wij willen kort na de zomer, dus in september, willen we echt starten met de eerste activiteiten. Het moet dus in december 2007 moet het klaar zijn. Zeg maar rond 10 december, dan komt er een nieuwe dienstregeling. En ja, dan raak je ook weer aan dat hele landelijke dienstregeling van de NS. Want voor de Nederlandse spoorwegen is het echt een bijzonder groot en vervelend knelpunt. En zij kunnen pas wezenlijke verbeteringen in de dienstregeling doorvoeren als we ook hier dit knelpunt hebben opgelost. Dus vandaar dat december 2007 belangrijk is. Dan wordt het perron in gebruik genomen. En daarna zullen we nog wel wat laatste bouwactiviteiten hebben. En die zullen nog wel tot medio 2008 duren. En we hopen dan eind 2008 wel klaar te zijn met het hele project.